Nou, dat hoor je dan. En dan geeft hij de zaadse smoke op. En daarna go. Het moment dat het moet gebeuren. Worden uitgevoerd. Kijk, daar zijn ze. Weg boven ons. De nummer 1 positie, Andy Evans. Nummer 2, James McMillan. Nummer 3, Mike Lynn. En nummer 4, Gerald Cooper. The Blade. Door die commando zo kort en zo punten te geven, geven dus ook een exacte seconde, een exacte tiende van de seconde. En pulling, dus dan beter. We gaan omhoog. Hop, smoke, boom. Dan, en dan zie je ook dat het allemaal tegelijk gebeurt. Het is prachtig om te zien wat het resultaat is van dat gekrijs. Maar u ziet dat daardoor een ontzettend fraaie demo ontstaat. En voor de fotograaf is het natuurlijk ook weer ongelooflijk de mazzel dat we die prachtige luchten erachter getoverd hebben. Wie zien we hier allemaal vliegen? We zien in ieder geval Andy Evans, dat is Blade number 1, dat is meestal de voorste. Hij is een vroegere vlieger op een Jaguar. Hij is ook, heeft 8500 vlieguren. Hij is instructeur op deze extra 300. En hij is degene die dit team bedacht heeft. Deze zomer vliegt Andy voor de 1000ste keer een demo met dit team. Vandaag James McMillan. Jets heeft gevlogen. Hij is een vroegere vlieger van de Red Arrows. Hij heeft op de Typhoon gevlogen die we vanmiddag nog gaat zien. En hij is Harrier piloot geweest. U weet wel dat dat vliegtuig dat verticaal kan landen en starten. Ja, we zijn hier in Tils. Daar komt hij. En dan, ja, daar bovenin, daar wordt van alles ge... Vroeger hadden we net een beschrijving van wat die techniek, wat die bewegingen zijn. Maar tegenwoordig kan er zoveel met de vliegtuigen dat, we kunnen beter zeggen, hoe wat daar gebeurt. Ja, ze vliegen in de extra 300. Dat is een toestel wat helemaal gemaakt is voor... Ja, en hij is de nationale... Unlimited Aerobatic kampioen van Engeland sinds 2009. Daar kom je weinig bij. Hij is zo'n crazy formation. Iedereen probeert er van alles van te maken natuurlijk bij die formatievlucht om weer aandacht te trekken. Maar kijk eens naar deze formatie, de crazy formation van de Blade. En dat is nu de vaste driving jet. Dus dat is ook wel zo. Maar ja, nu heb ik het gevoel dat ze een special role of zijn eigen ervan. Dus eigenlijk is het goed. Smoke on, de rook gaat aan. Ziet u hoe strak die formatie is? Dat is
Dat betekent een T-formatie. Het is een lastige formatie, omdat je naast elkaar vliegt in de voorste rij. En je moet dus eigenlijk echt op 90 graden naar rechts of naar links kijken, op de lijn daar in de gaten te houden. Dus je zit ook zo super strak. Ja, een aantal van deze jongens die hebben natuurlijk jaren bij de Red Arrows gevlogen en brengen al die ervaring mee. Downloaden de app, even de goede naam jongens, want we hebben een beetje verwarring veroorzaakt waarvoor mijn diepe buigingen en excuses maken. Luchtmachtdagen 2019. Luchtmachtdagen is één woord. 2019, dat is de naam van de app. En dan staat er wel op die app voor. Ja, dat staat in de app. Dan heb je hem af. Dashboard ook nog eens een keertje het hele programma in een bepaalde specifieke taal van tekenende taal van symbolen hebben ze dat hangen, maar tegelijkertijd kijken ze alleen maar naar buiten, meestal alleen maar naar buiten om de leader te volgen, de leider van de formatie. Dan dat is welke beweging komt er nu aan? Wij krijgen nu de break, de crossfire break. Let goed op, de camera is klaar, want nu gaat het erop spannen. Komen ze voor elkaar of achter elkaar, door elkaar, maar in ieder geval spat het uit elkaar. Nee dan. En die loopt ergens achter me, die was ook aan het doen. Ben je alleen? Ben je nee, mijn Wat
dat ook een grappig verhaaltje is over de mensen die dit soort werk doen. In de winter wordt er wat minder dit soort hamersvliegen gedaan. En dan gaat het lichaam wennen aan gewoon op de grond staan, gewoon die benen naar beneden. Als ze dan in het voorjaar weer beginnen met oefenen, moeten ze echt een paar dagen achter elkaar oefenen om hun lichaam weer te vertellen. Nee, rechtop staan is heel vervelend. Je moet over een blaadje door de lucht. Het lichaam moet daar dan echt een tijdje aan wennen. Voordat deze beweging gaat rijden. Krachten van 5, 6, 7, 10, 12 keer. 12 keer bij de vloer te verwerken. Omdat het lichaam dan te vertellen dat de lucht niet meer is. Ja, hij is goed tot zo. Ja, zij werd verder. Verticale werk wat we hier weer zien. Hier de corkscrew, maar dat noemen zij weer de revolver. Een andere. Oh, is het beter of niet met weer?